Oké, okay, dan kom je als vijfde over de meet. Dan rol je de camper in en dan even vloeken. Oh, ik heb tijd genoeg gehad om het in de cross te verwerken dat ik niet nog eens wereldkampioen ging worden. En, natuurlijk ben ik teleurgesteld. Ik kwam naar hier om te winnen. En als dat niet lukt, is dat jammer. Hoe groot is de ontgoocheling? Kan je erbij neerleggen? Ja, ik kan me er wel bij neerleggen. Ja. Er was gewoon iemand sterker vandaag. En dan is dat makkelijker om je daarbij neer te leggen. Er was natuurlijk dat incident dat jij je voet in de spaken van Wout van Aert stak. Maar daarvoor, ik had het idee dat je gewoon geen superdag had. Nee, ik merkte bij mijn eerste aanval in de eerste ronde al dat ik niet super was. En dan een incident met Wout, waar ik natuurlijk niet expres doe, want ik verlies daar ook mijn eigen cross. Ik rem mijn eigen vast en ik wil afstappen. En ineens ja, zet ik mijn voet in zijn voorwiel. Dus dat was door omstandigheden natuurlijk. Ja, hoe moeilijk was het om je dan te herpakken? Neem je dat nog een rondje mee? Of? Ja, dat heb ik wel even meegenomen. Ja. Uiteindelijk krijg ik op het einde nog wel best een goede wedstrijd, denk ik. Maar eenmaal dat die overwinning weg is, vond ik dat heel moeilijk voor mezelf om me mentaal op te laden om voor een derde plek te rijden. Best goed was brons, maar brons is niks voor je. Dat had ik vooraf ook gezegd. Ik ging voor goud en dat klinkt misschien stom, maar ik kwam hier om te winnen en voor mij telt er maar één plaats op zo'n kampioenschap. Heb jij iets gemerkt van Boerbroek, van Pils dat tegen jou is gesmeten? Er is flink wat gedoe. Ja, ik heb er niet echt van, veel van gemerkt. Ja, na dat incident met Wout kreeg ik wel niet zoveel Boerbroek, maar ik denk dat iedereen die de beelden bekijkt, die ziet dat ik dat zeker niet expres doe en dat ik daar niks aan kan doen.